Welkom mensen van een gamekanaal, ik ben Dagliffel en vandaag spelen we weer Battle Beat'em'all. En die titel was ik heel bang voor. Oké, Cobble Plate, we geven aan hem. Katten zijn niet gek. Apart, wat wilde jij? Ja, Amara, waarom kom je niet? Silence, I will kill you. Ik ben Ahmed. Oké, verder. Ja, wie is mijn next opponent? B, oké. Oké. Aha. We zijn blij. Zal ik zeggen wat ik blij ben? Patch op. Ah, ik heb bijna alles al gekocht. Ah, hij maakt toch serieus een grapje. Ik kan al de Tornado Tunnel kopen. Ah, de gasten zijn al zo dood. Oké, jongens, ik ben weer terug. Hallo. Wen. Aha. Ben is heel apart. Ik mag Lee, maar ik mag de andere niet. Arena A? Oké. Alan is ook zo ver, dat is cool. Met Andrew. Oeh. Oude goden. Aha. Nou, ik wens jullie veel plezier. Wacht even. Ah, het is semifinals, hè? Semifinals. Oké, iets werkte niet. Semifinals zijn volgens mij de halve finales. Ik weet het niet meer. Ja, ik. Waarom vertrouw ik dat niet? Ik heb ook gewoon geen geluk meer nodig. Oké. Zal ik het even eerlijk doen? Oké, ik gebruik mijn Barret 50 tegen een Bakuzo. Accuracy tegen Accuracy. Wat interessant. Oh. Oké. Is het ook mogelijk dat die gast nog wat meer schade tegen mij doet? Ja, ik vraag het eigenlijk om gewoon een beetje hier een challenge te krijgen. Misschien komt er later nog wel. Fire Spirit, wat vervolg op dit spel is, is veel moeilijker. Ik heb het spel uitgespeeld, alleen het was heel moeilijk om dat te doen. Beetje overkill, altijd handig. Ah, fijn. Bakure. Mag dat wel? Mag je wel van Bierman wisselen? Ah, die was waarschijnlijk nog steeds niet moeilijk. Boom, 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 boom. Wauw, hij deed schade terug. Dat is nieuw. Oké, zijn gorge vult heel langzaam, maar ik sta op bijna op 2 en hij nog niet eens op 1. Blazebuster, huppakee. Ja. Oh, hij doet een damage terug. Dat is interessant, jongens. Oké, ik ben hem nu zat. Boost Magnum. Oh, jij hebt het ontweken. Slimme AI, slimme AI. En dan ben je alsnog dood. Meer money voor mij, dank u wel. Oké. Nou, heel veel mensen die met ons terug willen vechten.
Andrew, moet je nog niet tegen Alan vechten? Wat? Ah, kom op! Hoeveel geluk kan jij hebben, Andrew? Aha. Ah, dus Thermal Lancer zorgt ervoor dat hij bijna dood gaat. Oké. Een binnenman is zijn eigenaar bijna vermoord. Dat is interessant. Karen, kom eens hier. En ik krijg een bitterbal tegen mijn gezicht bijna. Hey, Kane. Kane, wat doe jij hier? En wat is met die kleren? Waarom? Black Knight, Kane McDonald. Ah ja, het is een event. Dit is nieuw. Event. Ik mag maar één ding gebruiken. En als ik het goed heb, is het niet mogelijk om van deze te winnen. Ik kan het mis hebben. Ja, zie je? Het is niet mogelijk om te winnen. Want ik kan maar tot 2 doen en ik kan mijn ding niet upgraden. Ik kan winnen. Het is mogelijk als ik goed oplet en challenge maak. Kom op, snel. Boost Magnum. Woehoe. Dat scheelt niet veel. Nee, is het punt. Hij kan meer bitterbal schieten dan mij nou. Dus ik zit echt in een... Ik ben echt in nadeel momenteel. Ik kan maar 2 bitterbal schieten en dat is niks. Als ik gewoon Enderbot of Barret 50 gebruikte, had ik makkelijk gewonnen. Maar ja, ik kan mijn spul niet upgraden. Ik heb alleen maar de special attacks die ik in het begin had. Dus Prominence Cannon. Blazebuster. En natuurlijk Boost Magnum. Maar ik heb hem gewonnen, dus geen probleem. Wat is er? Oh shit, Cobalt Blade is kapot. Ah, dat is gemeen. Ik heb hem haast niet gebruikt. Moet je nagaan hoe slecht hij is. Oké. Alan, ja dat wist ik. Doe ik wel. Geen idee. Ik niet. Kijk, heel simpel. Ik weet het al. Het is een spel. Tower Stage Battle. In mijn hoofd is dat geen goed teken. Dude. Je hebt nog 3 andere. Je hebt Kanonpenis. En de bot. En Barret 50. Je kan winnen met die. Ja. Ah nee, heb je hem nu al gefixt? Ah, kom. Nee, dit is Cobalt Saber. Aha. Oké, die wings wil ik wel op al mijn biedermans hebben. En we hebben Cobalt Saber.
Ja, oké. Laat me zien, Andrew. Oh. Dat is gewoon flauw, baba. Oké. Binnenmans. Binnenmans. Ik woon. Ik drukte volgens mij gewoon op B. Kobalt. Ik zou toch zweren dat we nou kobalt ding hebben. Zal wel. Heeft de partshop nog iets voor mij vandaag? Ja. Die aparte onderbroek. En Phoenix Vice. En dan hebben we alles gekocht weer. Oké. Wanneer is de ver? Ja. En we gaan naar de Tower Stage. Oké. Andrew Tower Stage Direct Hit Pedal. Het kan niet makkelijker. Kom op. Direct Hit Pedal. Oh, en is wat dood. Aha. Ah dan. Terug in bed jij. Aha. Kobold Saber. Alleen, we hebben hem niet. Dus we kunnen hem niet gebruiken. Oké, dit wordt echt gewoon briljant. Zal ik cheaten of zal ik niet cheaten? Ik ga gewoon Cobalt Saber gebruiken of Cobalt Plate of weet ik veel wat ik heb. Dit wordt makkelijk. Voor het laatste stuk ga ik denk ik wel het ding gebruiken. Oké, hij heeft power hè. Maar oké, ik ga gewoon Cobalt Plate. Voor het laatste stuk ga ik een speciale binnenman maken. En ja, daarvoor ga ik alle zero codes gebruiken, dus dat wordt wel leuk. Ah, Lightning Khan. Ik heb zelf ook ooit één keer een binnenman gehad. Ik zeg je, het speelt, het is veel simpeler dan dit. Al die binnenballs doen haast geen damage als je tegen je hand krijgt. En alles kost zoveel geld. Wauw, niveau gaat opeens keihard omhoog. Me likey. Ja. Oké. Blazing Khan? Ah nee, dat is oneerlijk. Jij kan van Biederman wisselen. Waarschijnlijk kan ik alsnog winnen. Wat wel wat trickier. Laat maar. Dat ding doet haast geen damage. En blijft alleen maar stilstaan. Kan nog simpeler. Oh ja, dit is leuk. Zet me even vast. Ah, gewonnen. Ik moet toegeven, dit was moeilijk. Jee, ik heb gewonnen. Omdat ik vrienden heb en jij niet. Trollololol. Ja, dus jij bent vriendloos. Oké, is goed. Nee, nee. Gebruik de bom niet. Ja, voedsel.
Oké. Oké. Ja. Nou. Dit is Shadow Dragon. Dit wordt waarschijnlijk al een lang deal. En ik heb beloofd. Ik ga de Zero Code Schin doen. Dus als jullie één momentje hebben. Oké, ik heb de codes opgezocht. En nou gaan we ze ook allemaal erin douwen. Chicken. Chicken. Uitroepteken. Oké, dit is voor de bronze pass. Dus heb je begin het spel, kan je deze al meteen in het begin doen. Steel boot. Iron stabilizer. Ik weet alleen niet meer welk niveau we zijn. Of we zijn goud of we zijn zilver. Hot flames. L shoulder grip. L shoulder grip. Booster boots. Deze gast gaat er zo hard aan nou. Big. Barrel. P-Bottle Magazine. Beter dan dat kan je niet krijgen. From. The. Sea. Aquafizer. Aquapet. Aqua. Aqua Blue. Aqua Cypher. Ja, sommige van deze codes kan je zelf krijgen, maar dat duurt heel lang. Zoals het Aqua Armor, dat kan je krijgen. Maar het duurt verdomme lang. Flame Visor, Flame Wing, Flame Pod. Flame Blade. Te. Original. Progress, progress. Ja, dus ik zet alle codes nou meteen in. Ik zet de codes niet in de beschrijving, want... Gewoon goed kijken en als er vragen zijn over codes, dan... Ik reageer wel op. Repumaru. En... Ik weet niet meer. Dit is de laatste code voor zilver. En zilver is na dat je begint... Nou ja, voordat je begint aan... het tournament waar we nou in zitten. Maar ik weet niet, zijn wij nou goud of niet? Nee, we zijn niet goud. Dat is jammer. Sorry, heel professioneel, ik weet het. Oké, nu maken we de awesome biederman. Aqua, K, Cobalt. Dit is een nieuwe Flame. Progress. En een Repu. En we doen Flame. En P-Bottle Magazine. En kijk eens even, 15. Huppakee, doen we ook zomaar. Chicken Barrel. We doen Repu Breast. Iron Stabilizer. Misschien. Nightwing. Wat helpt me het meest? Nee, dat helpt me meer omlaag. Nightwing. Het helpt mijn power omhoog. Wat increase mijn power echt tot een maximum? Ik heb even zin om iemand te vermoorden. Iron Stabilizer. Die noemen we. Burning. Hell yeah. Oh. Heb ik geen burning voor rechts? Dat is... Ah, oké, wat is flame?
Oké, waar is mijn flame ding? Waar is mijn linker flame? Oké. Gauntlet, flame glove. Flame, voeten. Booster boots. Vlamvoet of booster? Ik ben echt een fan van booster. Ah, de back is dan wel weg. Dat is balen, maar ja. Flame red. Hoppakee. En ons aanval zijn Lion Claw, Boost Shot en Boost Magnum. Zijn power is hoog, dus heel mooi. En dit is eigenlijk een tribute gewoon. Dit is onze 1 game kanaal binnen, man. 1 game kanaal streepje PWNA. En game kanaal Ponich. Dit gast gaat er zo hard aan. Hallo meneer de Nee, voor mij is het einde, ik weet niet precies. Nee. Maar als het niet het einde is, nou ja, dan hebben we tenminste onze binnenman. Skull Dragon. En speciaal hebben we deze gemaakt. Jij gaat er aan, man. Voor mij is dit wel het einde. Het heeft zoveel build op. Alco is de tegenstander echt baggen. Lion Claw. En anders gebruiken we gewoon deze de hele match. Het is heel zwak, maar ja. Oké. Boom. Oké. Ik wil het afmaken met een bang. Oké, dus meneer, dood. En we eindigen echt gewoon met de bam, hoor. Boost. Magnum. Oh. Dat was anticlimactisch. Oké, als we gewoon echt met een bitterbal raken, dan ga ik ook echt van toe lachen. Wow, hij doet damage terug. Dat is nieuw. Al klaar. En we hebben gewonnen. Skull Dragon is neer. Oh shit. Skull Dragon is neer. Maar versie 2 komt nu. Nee, Alan, je bent bijna dood. Oké. Kom op, ja, kom op, Andrew. Ja, kom op. We mogen alleen maar verliezen aan hem. Ja, iedereen gelooft in mij. Oké. En ik geloof mijn 1 binnenman. En dat is Ponich. Fumalange. Oh, leuk. Nee. Ja, mag dat Kobold 7, maar wij gebruiken die gast niet. Hij staat niet eens in onze lijst. Skull Dragon. Nee! Ik kon hem niet gebruiken. Dat is nou balen. Nee, en tenminste voor 1 gevecht gebruikt. Ah, kom op, nee! Zit ik weer te handen met 2 Peterballs? Ah, oh, dat is gewoon niet eerlijk, jongens. Dat is niet eerlijk.
Ik kan waarschijnlijk nog steeds winnen met alleen 2 bitterballs. Dit is ook echt gewoon belachelijk. Hallo, mag ik bitterballs? Dank u vriendelijk. Ah, ik zit al op Bitter Spirit 3. Of een paar, het zit ik er al op 4. Boost Magnum. En de muziek gaat omhoog, jongens. Tempo ligt hoog. Boost Magnum. Dit wordt een heel lang deel. Ik kan niet verwachten dat dit heel lang zal duren. Maar even, ik heb hem nu al verslagen. Wauw, trippy. Ja, we hebben iedereen gered. Wij zijn zo cool. Ah, nee. Hij beweegt nog steeds. Oké, vraagje. Jij bent dood. Dus wil je even naar je naam luisteren? Dood. Wacht even, hij is de vader van Alan. Wauw. Praat over plot twist. Aha. Oké, we gaan dus verder. Wauw. Wie weet. Oké. We hebben het spel uitgespeeld. Wauw. Doe niet zo gemeen. Ja, dat is in het tweede spel. Oké, dus altijd je best doen. Duidelijk. Game is klaar. Wauw. Het spel kon niet die anime hebben, waarom? Ach, laat maar. Nou, bedankt kijkers van de gamekanaal voor het kijken naar deze let's play. Ja, of gastrol. Als ik van jullie meer mag doorgaan op EGK, dan wordt de volgende game Sonic Colors voor de DS. De keuzes zijn jullie. Willen jullie deze game? Of willen jullie een andere? Zet in de reacties. En Afterworld? De Afterworld doen we niet. Doei!